was echt een mega break. Maar je favoriete arts in spe is back and better. Nee, grapje, niet per se back and better. Maar ja, ik was natuurlijk wel even een tijdje van de radar. En het leek me wel zo netjes om eventjes mijn hoofd te laten zien. En in ieder geval een soort van toelichting te kunnen geven. We hebben een beller. En wij hebben eigenlijk even geen tijd voor een call. So I call you later. Anyway, kom er gewoon doorheen. Maar wat ik dus wilde zeggen, ik was dus even van de radar. En ik denk dat ik dus bijna een beetje in de val van social media ben getrapt. En met val bedoel ik dan het perfecte plaatje. Want ik begon dit kanaal helemaal met ja, ik ga absoluut laten zien dat je keihard moet werken. En dat, dat het leven natuurlijk niet altijd roze geuren maneschijn is. Maar dat er natuurlijk ook wel hele leuke dingen aan zitten. En dat je gewoon mijn hele, ja, loopbaan door de geneeskunde zou zien. En dat heb je denk ik grotendeels ook wel echt gezien. En ik vind het nu ook nog steeds super leuk om terug te kijken. Alleen met koopschappen werd het even anders. Met koopschappen had ik echt best wel moeite of zo. Ik vond het heel lastig om mezelf een soort van te motiveren. En dan zet ik de camera aan en dan was ik eigenlijk alleen maar aan het zeuren over hoe ik weer een arts was gevolgd naar de wc of een bombastic side eye had ontvangen van, ja, eigenlijk een verpleegkundige die al lang met pensioen had moeten gaan, want die totaal geen zin meer had in haar werk. Weet je, ja, dan denk ik van, dan had ik dus absoluut geen zin om dat dan te delen. Want ik dacht, ja, ik ben het kanaal natuurlijk gestart om te laten zien dat het geen perfect plaatje is. Maar ook wel om te laten zien, ja, meer om jullie te motiveren. En ik had echt al een behoorlijke taak om mezelf te motiveren, dus laat staan anderen. En toen heb ik eigenlijk wel een beetje gekozen van, joh, dan moet je eerst gewoon even goed voor jezelf kiezen. En misschien is dit eerste koosschap ook gewoon heel, ja, is voor mezelf ook gewoon heel erg nieuw. Dat het ook gewoon prima is als je dat niet per se kan vastleggen. Als je mensen wil motiveren en inspireren. En niet alleen maar janken en zeiken over hoe KUT koosschap is. Want geloof me, het is best wel pittig, maar het is ook geweldig. Want als jij net van de OK terugkomt met darmen in je handen. En nee, oké, die neem je niet mee, hè. Die neem je niet mee. Wow, stop. Laat die darmen op de OK. Maar als je zeg maar die darmen in je handen hebt gehad, je stopt ze netjes terug en je mag de wond hechten. Geloof me, dan loop ik echt terug met zo'n big smile. Want het is een helemaal euforisch moment. Mensen, je moet me niet aangeven. Ik ben niet helemaal gestoord, maar meer te hebben dat. Het is gewoon een ding. Je voelt het of je voelt het niet. Maar als je bijvoorbeeld beta-blokker in plaats van beta-blokker zegt tijdens de overdracht en heel die zaal begint je uit te gieren. Ja, sorry. Dan krijg je toch echt een beetje een trillipje. Dus het is gewoon een rollercoaster. En je moet er gewoon even doorheen. En het is achteraf gezien, heb ik ook wel echt spijt dat ik niet alles heb vastgelegd. Want ook die momenten dat ik er echt doorheen zat, denk ik van ja, dat was toch eigenlijk ook wel mooi geweest om te delen. Maar ik vond het zo lastig dat ik dacht, nee, laat maar gewoon even. Ik kon het er gewoon even niet bij hebben. Dus ja, dat is een beetje de case. Maar er gaan dus echt nog superveel koosschappen volgen die ik dan weer wel wil vastleggen. Dalen zijn gewoon echt heel diep, maar die pieken zijn ook sky high. Ik heb zo vaak momenten gehad dat ik echt kippenvel kreeg, gewoon dat ik dacht van yes, you did it. Echt zo cool om dan gewoon daadwerkelijk te zien waar je zo hard voor hebt gewerkt en dan mag zeggen, oh, heb je een co-assistent? Nou, echt, raad me op. Ik vond het heerlijk. Dat witte jasje, ik mis hem nog steeds. En vooral het OK-pakkie. Dat had nooit bij maat, maar ik loef het. Ik loef het. Maar, moraal van het verhaal, koosschap. Ik kreeg dus de ziekte van Lyme. En ik was me een partij moe. Maar ja, weet je, ik ging dan naar die ACO. En de ACO is dan iemand die je begeleidt en zo. En die je dan soort van helpt. En dat is hartstikke chill. Maar ze zeiden, ja, iedereen is moe. En dan dacht ik van, ja, maar ik voel toch echt dat er iets weird met me aan de hand is. Weet je wel, nou ja, huisarts. En je voelt, je hebt ook het idee dat je heel veel verantwoordelijkheden hebt. Hè? Dat heb je als co-assistent. Tuurlijk heb je verantwoordelijkheden, maar niet zo erg. Dat ik dacht van, ik heb helemaal geen tijd om naar de huisarts te gaan. Maar ja, dan fluit je jezelf toch wel even terug van, joh, je kan niet voor een ander zorgen als je ineens voor jezelf kan zorgen. Dus dat was voor mij wel echt even een puntje. Dat ik dacht van, hey, ik weet eigenlijk nog steeds, nu ik dit vertel, weet ik nog steeds niet of ik er helemaal van ben genezen. Want ik weet er gewoon sowieso heel weinig over de ziekte van Lyme. En natuurlijk, ik ben niet meer zo moe als in het begin. Maar ik heb er best wel een tijdje mee gelopen. Dat ik denk van, ik hoop maar dat het, ja, dat ik verder niet echt klachten krijg of zo. Of, ja, ik weet gewoon niet zo goed hoe dat in elkaar zit. Dus mocht je het weten, laat het me weten. Mocht je het weten, laat het me weten. Klinkt niet lekker, maar ik snap wat ik bedoel. Dus ja, ziekte van Lyme.
was echt pittig. Ik vond het echt pittig. Maar dat is denk ik ook wel echt wat ik heb geleerd van... Ja, co-schappen, vloggen, de hele bachelor. Ik weet niet precies wanneer het in me op is gekomen. Maar gewoon dat check jezelf even. Natuurlijk ook op teken, maar dat bedoel ik nu eventjes niet. Gewoon even inchecken van geniet ik wel genoeg? En hoe gaat het nou echt met me? En met mij, zeg maar, ging het dan even niet zo lekker. En dat merkte ik dan echt als ik die camera aanzette. Dacht ik, wow, ik ben wel echt heel raar moe, weet je wel. Want ik kan niet eens vloggen. Daar werd ik al gewoon moe van. En dat was natuurlijk niet helemaal oké. Terwijl je dat 2 jaar achter elkaar gewoon zomaar doet, weet je wel. Zonder daar moeite mee te hebben. En nu dacht ik, hè? Waarom vind ik dit ineens stom? Maar ja, hè? We zijn terug. Laten we het lekker positief houden. En wat het dus ook echt is, wat ik zei, geniet je wel genoeg. Want ik ben bezig met het laatste vak in mijn bachelor. Nu denk ik, ja, dus. Maar als je mij, toen ik de decentrale selectie aan het doen was, had verteld van ben bezig met mijn laatste vak van mijn bachelor, had ik echt gedacht, wauw, ik wil jou zijn. Hoe geweldig. Echt, wauw. En nu denk ik, ja, ik moet nog 3 jaar. Ik moet nog 3 jaar. Hoor je dat? Moet. Nee, ik mag nog 3 jaar. Dat is een blessing, hoor. Ik moet af en toe echt hebben, denk ik, hé, knop om, Shannon. Wees blij dat je hier staat. Ik heb er hard voor gewerkt, dus geniet er nou maar gewoon van. En nu neem ik dit dan ook weer op en dan denk ik, oh, het is ook gewoon zo leuk om gewoon weer lekker te kletsen tegen de camera. En ik voel me alweer helemaal in mijn elie. Echt heerlijk. Maar oh, ik moet stoppen met die afkortingen. Dan krijg ik dat nog. Al die afko's. Dat ik afko's gebruik. Nee, waarom gebruik je ineens afko's? Sorry. Ik groei ook mee met de tijd. Snap je? Dat soort dingen raken mij ook soms. Ik doe mijn best. Maar ja. Ja, ik vond het trouwens ook echt zo erg leuk dat ik af en toe berichten kreeg van jullie. Dat je dan zei van, joh, leef jij nog? Gaat het wel goed? Waar zijn die filmpjes? Ben je oké? Okay? En dacht ik van, wauw. Ja, ik vind het wel echt gewoon heel cool dat mensen zich afvragen waar mijn filmpjes blijven. Ik had dat zo niet door. Ik dacht van, oh ja, gewoon zo'n micro-influencer. En ik wil gewoon graag vertellen en laten zien hoe je, ja, zeg maar, je droombaan kan bereiken. Met hard werken. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb achter de schermen heb ik ook weer niet stilgezeten. Ik heb namelijk een web. Er is echt geen spat veranderd. Die is weer helemaal over verhit en drama. Maar anyway, we gaan gewoon door met het verhaal. Ik heb namelijk niet stilgezeten. En achter de schermen ben ik hard bezig geweest met een webshop. En die is nu sinds 2 weekjes open. Oh My Nerd Alert heet het. En het is eigenlijk een webshop waar je alles kan vinden om te studeren. Dus gratis add-ons voor een planner. Dit is toevallig een planner. Met zeg maar een boekenlegger erin. Boekenlegger. En dan kan je zeg maar van die dingen gratis downloaden. Want ja, we hebben geen geld, hè, studenten. En dan kan je dat erin doen. En het is ook nog gewoon mijn eigen fitnessschema. Dus mocht je weten hoe ik aan deze bommen kom. Alles valt in elkaar. Maar aan deze knallers. Ja, hier is de key. Maar ja, dat vind ik gewoon echt super leuk om er gewoon bij te doen. En ik ben ook echt van plan om jullie weer mee te nemen. Maar dan vooral per specialisatie, denk ik. Dus ik ga nog even laten weten in de master hoe ik dat precies ga aanpakken. Want ik vind het wel super leuk om nog steeds een beetje te vloggen. En nu ik hier ook zit, denk ik, wauw, dat is ook hartstikke leuk. Moet ik niet zo zeiken. Anyway, mocht je het leuk vinden, neem dan even een kijk op de webshop. En ik zou jullie hier ook gewoon over... Ja, meenemen, want ik ben natuurlijk nu naast arts in spe, co-assistent ook. Zeg je dat? Entrepreneur? Nee. ZZP'er. I don't know. Anyway, ik vind het in ieder geval super leuk. En ik hoop gewoon met dat merk ook een soort van community te bouwen. De Omna Family, waarin je ook gewoon ja, elkaar een beetje kan steunen. En niet alleen maar prestatie, prestatie, prestatie. Maar lees het maar op de webshop, want ik heb dat allemaal erin staan. Dus het is niet per se promo praatje, maar wel leuk als je even kijkje neemt. Anyway, het lijkt me dus echt super leuk om dat samen te voegen en te laten zien dat je naast je studie ook nog gewoon een eigen bedrijfje kan starten. We got it. Dus, kort maar krachtig. Hoe deed ik dit eigenlijk? Oh ja, ja, ja. Oh, dit vond ik al het leuk stuk. Verlegen van, jeetje. Oké, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video. Dat ging prima. Heerlijk. Oh ja, dat was het. En dan ging ik zo zwaaien hoor. Tjallat.